Nou jongens, we gaan weer een potje piewen. We hebben wel een opdracht. We mogen maximaal 2 wapens meenemen. Wat ben je aan het doen? Wat was jij nou aan het doen? Drinken en schenken. En ja, tuurlijk. Moet je helemaal... Moet je sowieso doen, maat. Ja, zeg. En dan mogen we dus 2 wapens meenemen. En voor de rest... ja, dat is het eigenlijk. Voor de rest mogen we gewoon alles meenemen wat we mee willen. Oh, laat maar raden. Jij bent weer aan het drummen. Ja. Dacht ik al. Uiteraard. Nee, wacht. Ik vlieg, maat. Oh, pardon. Ja, we gaan toch weer daarheen. Ik vond dat echt een relaxte plek om te looten. En ja, laten we maar doen dan. En nu is het ook echt wel ver weg, zeg maar. Dus kunnen we tenminste gewoon even rustig looten voordat we naar Schalemies gaan. Maar ik had geen wapen, meteen al niet. In het begin al niet. Nee. Ik stapte uit en ik had 2 berries. Nou, woehoe. Ik ben trouwens wel benieuwd, jongens. Hebben jullie alle andere video's ook gezien? Dus dat Junior even mocht piewen en zo. En de vorige video. En als jullie toch aan het kijken zijn, doe even een duimpje omhoog en even abonneren, jongens, hier op het YouTube-kanaal. Nou, gaan we weer, Dennis. Let's go. Ja, deze moeten we toch wel even pakken nu, hè, maat? Ja, helemaal met die opdracht. Dat is wel, ja, het is wel lastig. Kijk, maar als we al tweede staan, zoals net, met maximaal 2 wapens en voor de rest, maat, dan hebben we al gewonnen. Dat doe je goed. Dan hebben we al gewoon, als we al in die top 10 zitten, maat, en we hebben al een paar kills, dan ben ik al blij. Precies dat. Ja. Oké, hier ligt geen wapen. Hier ligt ook geen wapen. Oké, botjes van ons. En ik heb 2 wapens. Lekker bezig. Ja, we hebben namelijk best wel wat man hier. Ik heb in ieder geval iets. Wie is er nog hier? Ik. Ik heb mensen. Oké, ik doe die weg en heb nu een shotgun. Dankjewel. Ik ga hem gewoon doodpickaxe, man. Doe maar. Ja, gedaan. Ja, ik heb namelijk nog maar 28 kogels. Ja, dat is goed. Ja, ik heb hem. Oké, nu heb ik voor die... Ik heb hier eventueel een sniper liggen. Maar voor mijn shotgun heb ik geen ammo meer. Dat is niet best. Oké. Maat, ik heb 6 kills. Nu al. Ja, maat. Doe je goed. Oh hier. Yeah. Oh. Ja, ik heb al. Ik heb shotgun en alles. Ik moet alleen kogels nu fixen. Oké, blauwe shotgun. Waar is die stomme kist? Ga eens... Oh, jongen. Oké, wat ligt hier allemaal? Nee, heb ik niks aan. Oké. Eigenlijk, hè... vind ik dat we die gast even moeten pakken die we horen piewen hier. Nou, of ben je dat niet met me eens?
Ja, zeker wel. Toch wat doen, hè? Ja, 6 kills, maat. Wow, yo. Gaat lekker zo. Ja, ik heb nog helemaal niks. Nee, maar dat komt wel. Dat komt. Ja, ik denk dat ze hier aan het piel waren. Ja, maar je bent bovenin ook helemaal vol, hè? Ja, hier. Oh, ik zie ze lopen. Ze lopen hier. Daar. Ik heb geen koffertje nu ook, hè. Dat is echt jammer. Hier lopen ze. Daar. Dus dat betekent dat ze hier al zijn geweest, maat. Oké, dat wordt omlopen. Ze zijn hier al geweest, maar... Weet je, wat voor hun troep is, is voor ons treasure, hè? Ja, oh, precies. Ze hebben die Wedded nog niet eens gepakt. Ze hebben die baas niet eens. Wee-o, waar is die gehoord dan? Maat, kaartje ligt gewoon hier. Nee. Ja, kom, we gaan. We gaan hier de kluis in, we gaan de kluis in. Hier, haak even die vaten kapot, hoor. Ja, ik doe de kluis open. De kluis gaat nu open, maat. Zo! Ja, de eer is aan jou, vriend. Wil jij die dan? Maar hier ligt ook wel... Oké, weet je wat we doen? Pak jij die, neem ik die. Pak hem maar. Twee wapens, hè? Lekker, man. Ja, twee wapens. Ja, ja, oké. Okay. Eentje erop. Ik ga die. Oh, en een koffertje. Oh, I'm done. I'm done, maat. We moeten alleen serieus echt gaan. Of 27 seconden gaat de storm schrinken. Oh, jongens. Kom eraan. Oh my days. Dan loop je dus weg van deze spot. En wat doe je? Je laat voor de rest gewoon alles liggen. Oké, logisch, logisch. Ja, dat is niet slim, dat is niet slim. Nee, want dan pakken wij het. Door hun heb jij nu een goud wapen. Ja, lekker man. Storm is... Komt eraan. Er wordt daar gepiewd. We gaan een hoge ground daar. Ja, maar we kunnen daar nu niet op komen, dus we moeten dan sowieso omlopen. Ja, precies. Zo. Oh, ik dacht dat ik ze zag, mensen zag lopen, maar dat waren de wieken die boven de Reddit uitkwamen. Oké, hey, ik neem Big Pots mee in plaats van minis. Want twee Big Pots is ook full healing. Ja. Ja, voor de rest ligt hier niks meer. Ja, we moeten gaan piewen, maat. We moeten echt gaan piewen. Ik heb alleen weinig AR-kogels. Dat zijn die iets grotere, zeg maar. Voor die oh, hier. Even snijpen. Volgens mij is hij... Ja, 2x49. Oké, ik ga het anders doen. 26. Yo. Heb je ze? Ja, er loopt er nog eentje hier. Ja, je hebt ze. Maat, gouden wapens, alles hier. Kom eraan. Koffertje, weer gouden autoshotgun. We hebben de tijd. Oh, ja, ik wil... Nee, die wil ik niet. Waar is mijn normale pewer? Ik wil... Die. Wajo, wat is dit allemaal van? Ja, en dan neem ik dit koffertje ook weer mee. Maat, ik heb weer twee koffertjes. Oké.
Maar ik denk toch... Wat ligt hier allemaal nog? Oh, ik moet wel even healing innemen eigenlijk. Ik wil geen sniper. Dit is beter, denk ik. Maat, wajo! Je moet nog wel iets in een big pot hebben ofzo. Hier. Finish. Oh yo, check deze shot. Kunnen we hier nog even kijken? Ja, dat kunnen we sowieso wel even doen. Moet even herladen. Oh, hier ook een koffertje, man. Ja, ik heb er al twee mee. Oké, dan neem ik die wel mee, ja? Ja, is goed. Oh yo. Hier liggen als het goed is nog vaatjes. Ja, die heb jij niet meer nodig, maar ik nog wel twee stuks. Ja, ik hoor allemaal kisten nog namelijk. Dan kom snel naar beneden als het goed is. Dat klopt. Kijk die kogels allemaal. Oh, oh hier is een big pot, man. Pak ik wel mee. Ja, maar ik zag hier een wapen. Heeft hij een scope? Nee, oké. Okay. Dat maakt het niet uit. Oh, yo, we gaan lekker, hé? Ja, ik wil niet lullig doen. Zullen we daar kijken, dat huis? Als de storm komt eraan. Ja, daarom gaan we ook naar dat huisje. Lekker, man. Jeetje. En ja, sorry dat we af en toe stil zijn, jongens, in de video, maar... Dan moeten we even het kopje erbij hebben. Wat een concentratie, hè? Ja, klopt. Even kijken hoor, zo. Oh, joh. Maar dat waren serieus nog goede gasten ook, hè? Ja, ja. Waren niet te min. Waren geen luie donders. Ik heb die pot gepot. Is niet meer gebruikt. Nee, want dan kan niemand ze meer pakken. Ja. Even kijken hoor, hier heb ik ook nog een huisje. Zie ik oploeren. Oké. Ligt hier gewoon een blauwe AR binnen. Met scopie, alles erop en eraan. Lekker. Ik heb weer big pots mee. Lekker. Ja, dat is toch wel beter dan die minis. Ja, zeker. Iets meer aan. Pizza doosje. We zitten in de volgende cirkel, maar ik vind het wel tricky, zeg maar. Oh, hier ligt ook nog een big pot. Maat, hier ligt ook nog een blauwe jar. Ja, ik wil hier niet te lang blijven, maat. Ik voel me hier niet veilig, zeg maar. Vooral niet met die grote berg waar wij net bovenop stonden. Nee, precies. Zit op die boot geen launchpad? Nee, hè? Nee. Jawel. Jawel. Ja? Kom, gaan we zwemmen. Ja. En dan die kant op. Die kant op. En dan daar naar boven, ja, zeg maar. Is goed. Zitten we in ieder geval wel weer mooi hoog. Oh, voetstap hier. Ja, er vliegt er volgens mij ook eentje boven jou, maat. Waar is die? Ja, zo goed is hij niet, want hij is wel low. Oh, yo. Yo, ik ben down. Loop hem naar meer. Loop hem naar meer. Oké, ik ben heel even afstand aan het nemen. Ik ga heel even... Ja. Ik ga jou sowieso revive, maat. Dan loopt er nog eentje hier, die schuift mij nou... Oh nee. Hij loopt langs mee in. Ik lig hier in het hoekje. Naast de container zit.
hoop echt dat je mee kunt. Ik heb nog 10, 8, 6. Ja, nee. Dat red ik sowieso niet. Nee, klaar. Ja, maar ik ga jou reviven, maat. Ik ga jou reviven. Stop met schieten, joh! Ja, die bot voor jou. Ja. Hoe dan? Zag je dat? Die springt naar boven en die schoot me gewoon zo door mijn mik heen. Maar die gast is zo goed, hè. Nou jongens, we gaan door naar de volgende opname. Nou jongens, we gaan door naar het volgende padje. Oké, wat wou je bij deze doen, maat? Ja, waar hadden we toch van? Ja, sneaky spelen. Sneaky spelen, ja. Ja, is goed. Nou, dat wordt shockwaves meenemen en hopen dat het goed gaat. Ja. Of wil je dan juist heel ergens anders landen, omdat het daar nu best wel druk wordt? Ik ben er al uit. Hé? Hey? Nee, ik ben er al uit, dus we gaan er gewoon heen. Oké. Maar we mogen dus niet piewen tot de laatste twee mensen. Er komen wel mensen aan. Seling, wat moeten we nou? Ja, zag het. Maandag, woensdag, vrijdag, zondag live. Oh, kijk, mensen worden gewoon niet blij, hè? Nee, ze worden echt niet blij. Nou, aan de ene kant snap ik het ook wel. En misschien dat ik zo meteen nog wel even live ga op TikTok. Ja, kun je misschien tekst en uitleg geven? Ja, dat dus. Ik heb hier wel een launchpadje wat ik mee ga nemen. Ja, maar nu mag je dus wel gewoon al je wapens meenemen wat je mee wil nemen, hè? Ja. Dus nu kunnen we gewoon het hele potje... Ja, maar wat nou als er nu echt iemand gewoon recht voor je staat? Ja, zeg maar. Dat zou toch wel een dingetje worden? Ja, je laat je niet door je middelwitte sterren schieten. Echt, hè? Nou, dan gaan we wel piewen, hoor, maat. Maar stel we zien ze lopen, dan schieten we niet. Nee. Is goed. Oké, wat doe ik hier? Oh ja, ik zocht naar een piewer. Maar hier hebben we die... Nee. Oh, dat is niet hier. Waar is die geheime kamer ook weer hier? Oh, nu heb ik een blauwe piewer. Vind ik ook niet erg. Ja, ergens is die geheime kamer, weet je nog? Waar is dat ook weer? Slechte loot, zeg. Ja, het is best wel verschrikkelijk. Dat ben ik volledig met je eens. Het slaat echt nergens op. Nee. Oh, ik heb de kamer gevonden. Oh, ja, en ik zie mensen. Twee. Ja, maar ga ik wel even deze loot pakken, hoor. Wat doe ik nou dan? Ja, sorry. Het is volledig buiten ons boekje, maar ik ga mezelf niet laten doodschieten, zeg maar. Nee, precies. Kijk, wij zoeken ze alleen niet op. Hun zoeken ons. Ja. Kijk, ik hoor auto aankomen. Ik heb launchpads. Oké, dit wordt grappig. Ik ben ook wel gesniped hier. Lekker maar. Nog eentje. De tandjes! Ja, ik ben klaar.
Oh, lekker maat. Maat. Kom eens kruipen, kom eens kruipen. Kijk wat hier allemaal ligt. Ja. Oh nee, sorry, ik ga je niet laten kruipen, dat vind ik stom. Check hier, maat. Oh. Lekker. Hier, stroopwafel, thee, pika. Ja. Oké. Neem jij die mee? Ga je eens even... Neem jij ook die mee? Ja. Maar waar was nou die geheime kamer dan? Want jij had hem gevonden, maar ik nog niet. Maat, oh joh. Kijk, wij zoeken dus niet de mensen op, hè. Mensen zoeken ons. Waar was die geheime kamer, maat? Moesten we naar boven toch, of niet? Ik weet het niet. Was het hier? Oh, hier was het. Ja. Kijk, maat. Maar je bent net hier, kan je kijken. Zie je dit bord? Al deze bazen die zijn al down. En deze baas die leeft nu nog. Ja. Oh, maat, dus, cirkel. Oké, nou vanaf nu wordt het menes dan. Zoals we nu mensen tegenkomen, dan moeten we ze gewoon laten tot de laatste twee. Ja. Oké. Dat kan nog best een dingetje worden trouwens. Wat bedoel je? Ja, kijk, als hun op ons aan het schieten zijn, dan kan ik je vertellen, dan mag ik dus niet terugschieten. Ja. Ik pak even die. Dat is best wel een uitdaging. Zeker. Dat is echt een uitdaging. Je moet wel springend het water in. Want anders dan... krijg je falling damage. Ja. Ik heb een lekker wapen, joh. In het goud. Oh. Ik moet alleen maar een shotgun. Wacht, eigenlijk moeten we even naar zo'n... Even kijken, waar de hel zijn wij? Oh, hier. Eigenlijk moeten wij daar even heen. Waar is dat? Oh, dus daar. Even die luchtballon even pakken. Ja. Oeh, lekker. Big potje. Oh, die big pot. Ja. Ja, als het goed is namelijk, kan je je wapen aanpassen hier ergens. Maar ja, we moeten dus nu sneaky spelen, hè? Ja. Als er hier dus al mensen zijn, hebben we al een probleem. Maar als ik het zo bekijk, zie ik nog heel veel loot gewoon liggen. Dus ik denk dat het wel meevalt. Oké, er wordt hier wel gepield. Ja, niet hier hoor, maar... Ik ben hier dat kluisding aan het zoeken hier ook, maar... Oh, hier, kluis. Oké. Ik heb hier in ieder geval zo'n fles. Ja, maat, dat is er ligt hier voor de rest niet zo heel veel bijzonders, hoor.
Ja, ik wist namelijk dat hij er was, alleen ik wist even niet meer waar. Maar oké, okay, als we nu sneaky willen gaan spelen, dan kunnen we dat op twee manieren doen. We kunnen of gaan campen, dus gewoon ergens in een hoekje gaan zitten en wachten. Ofwel proberen een beetje de uitdaging aan te gaan door wel gewoon rond te lopen, zeg maar. Ja, weet je, het is... Scheid is dikker dan pis, ja, dat klopt. Ja, ik ga natuurlijk ook geen uitdaging uit de weg, hè. Nee. Nou, dan gaan we hier gewoon naar boven, hè, via die zipline ding. Ja, want hier liggen bijvoorbeeld gewoon nog kogeltjes. Ik zie voor hier gewoon nog een kist. Hier nog mijn kogeltjes. Heb jij nog kogeltjes nodig? Ik heb eigenlijk geen idee, ik zal eens kijken. Ja, op zich, ik heb wel genoeg voor jou. Zo, dat zijn er 500. Oké. Okay. Ja, ik gebruik die niet, dus Oké, ik hoorde wat, maar ik kon, of ik zag wat op mijn scherm, maar ik weet niet wat het was. Ja, ik denk dat het een kistje is. Zullen we daar dan zo heen? Ja, ik ga eerst even bij de kistje kijken daar verder. Ja, is goed. Doe jij dat zo. Nou, dan ga ik alvast heel zachtjes die kant op zwemmen, ja? Ja. Poe poe. Hier nog een kistje, die ga ik ook even checken. Oké. Okay. Maar onderhand, hè. Zijn we nog maar met 18 minuutjes zo. Ja, klopt. Gaat even goed wel hard, hoor, zo. Oh, hier hebben we ook nog een kluis. Ja, maar die bot mogen wij wel killen, toch? Jazeker. Oké. Ja, dan ga ik dat namelijk wel fixen. Zo. Oké, dit wordt wel serieus echt grappig en een uitdaging. Wat dan? Omdat ik nu ook een paar sniper mee heb, dus we kunnen ook vanaf afstand zo meteen wat gaan doen, zeg maar. Heb je de baas al? Hm? Heb je de baas al? Ja. Kluis is ook al open, maar hij is leeg. Oké, er zijn nog 16 mensen over. Dat is wel chill, hè? Ja, we zitten nog goed in de cirkel, dus we kunnen eventueel gewoon nog even een beetje blijven hier. Nou, we moeten even kijken, hè. Ik wil nog een keertje weer omhoog. Wacht. Oké, ik ben weer op dek.
Ja, ik ga al die tussenmuren eruit slopen, want dan kan ik ook, mochten er mensen komen hier, kan ik dat mooi zien. Ja, nu kan ik echt tot mijn daar kijken. Maat. Ja. Kijk waar ik ben. Hoe dan? Loungepad. Ja. Van een vier heb je een overzicht, hé, maat. Oh, ik heb hier ook wel iets interessants. Ja, we gaan dus. We mogen dus alleen nog schieten, jongens, op het moment dat er twee mensen over zijn. Dan zetten we de aanval in, hè? Ja, dan gaan we vol de aanval inzetten. Ik ben druk aan het kijken of ik mensen ergens zie. Het is echt een relaxte plek, man, hier. Ja, niemand shit. Kijkt zomaar op die, hoe heet het? Nog 12 man over. Nog 10 eraf. Nee, niet. Hij moet op 4 staan. Ja, precies. Oeh, dit is wel gevaarlijk. Ik laat die sniper liggen. Die mag jij eventueel meenemen. Het is namelijk zo dat ik... Oh, hier ligt ook een koffertje. Die kan ik wel meenemen. Ik had geen healing, niks mee, maat. Oh, hier ligt ook nog een koffertje. Oké. Okay. Weet je wat ik ga doen? Wat ga jij doen? Nou, ik zet daar gewoon een koffertje neer. Je zit nog wel echt midden in de cirkel, hè? Ja, daarom blijf ik ook nog even. Ja, die dingen moeten allemaal wel even stuk. Ja, want ze moeten zo meteen allemaal naar dit schip toe komen. Nou ja, nee, tot nu toe nog niet. Maar... Hier nog een pikpotje, lekker. Je hebt er twee mee. Beter. Oh, daar liggen nog shotgunkogels. Ik ga een keertje naar beneden kijken. Want... Ja, dit ding had een... Oké, die hoef ik niet. We moeten wel denk ik blijven lopen op het schip. Om gewoon ook voor ons de zekerheid te hebben dat wij gewoon hier echt de enigste zijn, hè? Ja, klopt. Oh, nee, nu moeten we wel gaan, maat. Kom, gaan we meteen die kant op, kom. We moeten meteen weg, want wij moeten nu het eerst in de cirkel zijn, hè? Ojo. En bedankt, hè. Wat is er? Ja, je hebt al die muren tussenin gesloopt. Nou moet ik zwemmen. Nee, je kon toch gewoon via de zipline? Ja, dat klopt. Maar ik viel in het gat, omdat die vloer eronder was. Maar kom eraan, ben er bijna. Oké. Ga ik snel deze openmaken? Ja, want ik hoor een hoop pews nu. Oké. We kunnen hier nog even zitten. Hier even in het bosje. Gaan we heel even wachten. Nog 9 man over. Dus nog 6. Ik zie ze hier, want ik zie hier. Zie ik een koffertje? Zie je ze daar? Oh ja. Ja. Laat ze me mooi schieten. Ja, laat maar rustig gaan. Oké. Ja, maar we moeten ze wel in de gaten houden dat ze niet deze kant ja, komen. Ja, een beetje de buur. We moeten in de gaten houden, inderdaad. Ja, want we moeten daarna echt snel mogen. Cirkel komt ook, hè? Ja, weet ik. Ik wacht nog snel op dit kistje, maat. Die zit mooie loot in, hopelijk. Ik hoop eigenlijk een blauwe of een paarse shotgun of zo, zonder scope. Ja, dit is kut. Dit is vervelend. Oh, deze? Ja! Lekker! Oké, nu moeten we echt gaan. Er gaat gewoon iemand dood in de cirkel, hé, met een medaille. Ja. Oké, nog 7 man over. Dat is best nog wel volgens mij, hè. Nog 7 man over. Oké, we gaan meteen door naar de volgende cirkel.
Potje dikkie, man. Dit is best wel heftig. Ja, we hebben nog maar 4 kills. Ja, maar dat is niet... Dat is niet erg. Nee, dat is het doel op, hè. Oké. Okay. Ik zie dat ze aan het puwen zijn. Er zijn nog 7 man over. Oké. Nog 6. Dus nog 2 man. Dus er moet nog 1 duo moet er overlijden. En dan mogen wij aan de bak. Maat, ik heb 2 koffers mee. We zijn allebei vol healing. Ja, ik heb verder rest geen healing. Er wordt op mij geschoten. Hier ligt nog een big pot. Hier ligt ook nog een blauwe shotgun. Ik heb gouden shotgun, maat. Oeh. Zijn ze of zijn er? Ja, ze zijn dus op ons aan het schieten, hè? Achter ons. Ergens. Ja, maat. Oh, ik weet niet waar. Ja, we moeten wel. Ik moet wel. Ja, één is down. Hij heeft sniper achter ons. Ik moet wel iets van een big pot hebben. Maar. 3 mensen over. Ja. Pakken we de trein een stukje? Ja. Spring er maar op. Heb je een big pot of wat? Ik ben ook met mezelf, maar. Oké, we moeten eraf, we gaan eraf. Ja. Oké, herlaat alles. Ja, je moet mij die big pot even geven, maat. Oké, we moeten nog eentje eigenlijk vanaf. En dan kunnen we aan de bak. Ja. Oké, kom, dan gaan we nu... Ik heb naar onder. Oh, damn. Oh ja, dat red je. Dan kunnen we via hier... Er wordt gepuwd. Ja, ik weet het. Kunnen we via hier naar boven of red je dat niet? Mag dat niet? Nee. Ah, oh, we hebben wel een... Ik word gesniped. Boven zijn ze. Ja, ik zie ze. Nee, laat ze. Hij komt op je af. Ja, ik ben down, jongen. Oh, damn. Kaart ligt buiten de cirkel. Oh, lekker, maat. Wat een uitdaging dit tegen. Het is nou 1-1, vriend. Het is echt nou aan jou. Oh, maar dan gaat hij dood. Dood gaat hij, geloof mij. Ja. Oh, hij zou er geniaal zijn. Ja, echt, hè? Maar zou dat ik niet via achter kom, maat? Ja, hij zit daar. Hij zit achter die bom. Ik zie het geflits. Oh joh, wat doe jij? Ja, chill. Hij weet nu niet waar ik ben. Pak hem. Oh man. Oh, ja, oh nee! Oh. Hij was 19 oh. HP. Hij was 19 HP. Oh joh. Jongens, dat was weer deze opname. We gaan door naar de volgende. Nou, gaan we. Weer met een of andere maffe challenge. Maar dan nu 1 wapen. Super sneaky spelen. Of mensen moeten natuurlijk naar ons toe komen. Dan is het een ander verhaal. En dan een beetje randcirkel blijven, zeg maar. En dan bij de laatste paar mensen, dan gaan we los.
Dus we gaan meemaken hoe dit potje gaat worden. Ik ben echt benieuwd. We gaan ver landen. Dan kunnen we daarna misschien nog die andere huisjes mee pakken waar we nu een beetje langs vliegen, ja, zeg maar. Terugweg inderdaad, ja. Dus daar looten, maar dan gewoon snel, snel, snel looten. Oh, ik ben veel te laag, maat. Ik moet hier landen. Of we moeten die... Ik weet niet of hier een auto staat. Of we moeten snel in een auto stappen en dan snel die kant op rijden. Dat kan wel. Staat hier een auto? Nee, ik zie geen auto. Shotgun. Kijk, ik heb in ieder geval een AR. Shockwave. Oké. Twee minis. Oké, maat, ik heb nu een wapen mee. Het slaat echt helemaal nergens op. Oké, dat heb je. Ja, een AR en een rocket launcher. Je mocht er één of twee wapens doen, wat doe je? Ja, twee. Oké. Alleen ik had niks beters. Nee, precies. Oh, dan wordt daar wel gepield, hoor, maat. We moeten daar echt niet naartoe. Ja, gebruik je altijd kistjes in je uppie? Zeg je? Gebruik je altijd kistjes alleen in je uppie? Ja, sorry. Nee, een grapje. Dat is meer delen, hè. Oh, je hebt wel alles gepakt. Dat is schitter, ja. Oké. Randcirkel. Ben je klaar met looten dan? Ja, dit is leeg hier. Oké. Okay. Je moet dan alleen even gaan kijken. Even kijken hoor, ja, wat is handig. Moet een beetje eigenlijk richting mid-cirkel nu, maar... Want we moeten wel even loot hebben, zeg maar. Ja, er wordt daar gepield, ja. Ja, daar. Mag ik wel, want op... Nee, dat mag dan ook niet, hè. We gaan deze kant op, of niet? Daarheen. Ja, wil je daarheen? Ja, is goed. Ja, laten we daar maar even heen lopen, want daar wonen we ook heen. Ja. Tuurlijk pak je weer falling damage. Nee, voetstappen, weg hier. Ja, ik zag voetstappen. Maar we moeten eigenlijk... Ja, ik zie hem lopen. Hij loopt hier. Maar als hij daar weggaat, dan moeten wij daar eigenlijk heen. Ja, hij loopt daar weer. Ja. Hij loopt nu daar binnen. Of we gaan via het strand. Ja, en dan daarheen. Ja. Dus dat we er echt omheen lopen, zeg maar. Ja. Ik weet alleen niet of je... Ja, je kan aan deze kant ook wel weer naar boven, denk ik. Daar recht komen we nog wat moois tegen. Oh, je hebt hier ook nog een gedeelte waar nog wel een beetje loot ligt. Oh, maat. Deze moeten we even klappen met z'n tweeën. Deze moeten we even klappen met z'n tweeën. Oké, nu weg hier. Want nu weten ze dat we hier zijn. Oké, ik wil die mee. Die. En dan launchpad. En dan voet ze hier. Oei, oh, ik zie echt een... Nee, loopt helemaal vast bij mij, joh. Oké, we kunnen naar dat... We kunnen naar die... hoe heet het? Ik heb launchpad pakken. Ja, ik ook al. Er liepen namelijk net gasten hier. Waar ben je? Ja, ik ben in dat huis. Ik ben in dat huis. Oké, twee wapens. Oké. Oeh.
Ja, ik ga wat proberen, maat. Ik ga misschien een hele domme actie doen, maar ik ga wat proberen. Zullen we weg hier? Ja. Ja, ik vind het toch niet zo vertrouwelijk met die wetende dat die gast hier is, zeg maar. Nee, er wordt daar gepield. Maar die nieuwe cirkel is zelfs met ons. Lekker. Ja, maar eigenlijk ook weer niet. Want we hebben dan eigenlijk geen plek om te hiden, zeg maar. Oh, hij loopt hier, precies. Maat. Die gast die loopt hier, dus we kunnen eventueel wel weer terug. Kunnen we even goed looteren. Ja, daar zat ik op te wachten tot ik die gast zag lopen. Ja, precies. Kijk, en nu zit hij gewoon in de cirkel. Dus nu kunnen we gewoon lekker chill looten hier, oh. Nu loopt hier niemand meer. Maar dit is dus een beetje hoe we gaan... Koffertje. Chill. Heb je koffertje, ja? Ik heb koffertje. Oh, dat is wel chill, ja. Ja. Ja, hij heeft wel goed geloot hier, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft wel goed geloot. Oh, toch niet helemaal. Oh, hier, blauwe shotgun. Lekker. Ik hoor nog gewoon een kist. Oh ja, ik heb ook een koffertje, maat. Dat is wel chill. Maar zie je nu wat ik dus bedoel met die shockwaves, net tijdens dat vorige potje? Ja. Gewoon ja, echt gebruiken als movement, zeg maar. Ja, oh, ik heb hier nog een koffer. Ja, ik vind het alleen wel lastig om dan toch met een pistool te spelen in plaats van... Lijkt me niet zo'n verstandig idee. Geeft dan wel een lock-on, maar... Oh, nog een koffertje hier. Oh, lekker. Ik heb twee koffertjes. Lekker. Goed bezig. Ja, maat, ik weet gewoon niet wat we meer moeten doen hier. Ja, de tijd uitzit en dat we de cirkel weer gaan zien, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, die moest ik hebben. Ja, en proberen zoveel mogelijk kogels te vissen. Oh, we zitten rond cirkel, maat. Best wel chill. Ja, dat is best wel chill, ja. Ja, het is dus nu gewoon afwachten, jongens. We zijn dus nu gewoon echt aan het wachten totdat we moeten gaan moven, zeg maar. Ik zie ook voor de rest gelukkig niemand lopen. Medkits overal. Ja, maar ik vind het een beetje, ja... Moet ik die meenemen of niet? Nee, ik neem ze ook niet mee, hoor, maat. Nee. Medkits, die vind je eigenlijk altijd overal wel. Minis neem ik wel altijd mee. Minis of Big Pot? Ja, ik heb één Big Pot. Even kijken, hoor. Zouden we eventueel hier kunnen kijken? Op de map? Dat is nog steeds een beetje randcirkel, maar ook iets meer naar binnen, zeg maar. Ja, precies. Oh, wacht. We kunnen beter net zo goed wachten, maat. Want over 30 seconden, dan komt de cirkel. Oh, dan gaan we maar een beetje boekenkasten slopen en zo. Een beetje laten zien dat we hier zijn geweest. Beetje random dingen slopen hier. Nou, we nu gaan de storm schrinken.
Die wordt nu kleiner, zeg maar. Ja, maat, ik weet het niet hoor, maar we hebben echt alles gehad hier. Ja. Loop je echt een beetje rond. Ja, we hebben echt alles gehad hier. Zo, ik ga even de haag snoeien. Dan ga jij anders even de haag snoeien, hé, maat. Maar ja, ondertussen zijn er nog maar 28 mensjes over, hè? Ja, bizar, hè? Ja. En we hebben eigenlijk best slechte loot. Ja. Ja. Beetje grijs shotgun en Echt, hè? Het is nu echt weg. Kwestie van wachten. Nog 30 seconden en dan zien we de volgende cirkel. Ja, dit is nu echt wachten, jongens. Dit is echt nu wachten. Want ik denk, ik heb een donkerbruin vermoeden dat we best wel een stukje moeten lopen. Ja, maar er staat een motor hier. Nee, die gaan we niet nemen, maat. Oké. Okay. Maakt zo'n herrie, daar word je bang van. Oké, okay, nog 3, 2, 1. Oké, okay, randcirkel. Ja. Ja, maar we gaan nu wel even ergens anders naartoe. Ik heb het nu alweer gehad hier eigenlijk. Kunnen we wel randcirkel blijven, dat is het punt niet. Kunnen we zo wel meelopen, ja. Ja. Lopen we een mooi even rondje van de zaak. Maar we hebben gewoon 0 kills, hè. Ja. Klopt. Terwijl we dus gewoon nu nog 18 mensen of 16 tegenstanders zijn. Ja. Oh, dat huis daar, die staat ook mooi in de cirkel. Als we bij dat bootje kijken. Jacht echt randcirkel. Ja, daar bij dat bootje daar. Er loopt ook een botje, ja, zul die meenemen? Die ja, die kan je niet meenemen. Daar kan je wel wat vandaan krijgen, denk ik. Maar dan kan je een pistool krijgen. Oh, shockwaves. Ik heb in ieder geval 6 shockwaves. En voor de rest kun je wat healing krijgen hier. Hier zit nog een kist. Hier zit een launchpad op die boot. Oh, lekker dan! Wat heb je voor moois? Paarse shotgun. Er ligt daar dus een blauwe, hè, nu. Ja, shotgun. Ja, blauwe. Ik heb nu een paarse. Ja, laten we meenemen dan. Oké, ik weet niet of dit handig is, hè, maat, maar wat ga je doen? Even klimmen. Ja, even hier koekeloeren. Ja, ik ga even een rondje eiland lopen. Hier, launchpad is koffertje, nice. Oh, maat, we kunnen trouwen hier. Trouwen? Ja, maat. Ja. Ik wil de ring even opzoeken. En hier heb je een hartje. Die stenen die zijn in de vorm van een hartje. Kom eraan. Super schattig. Klimmen. Ik weet niet waar je bent. Ondertussen. Ik zie je gewoon niet. Oh, maat. Daar ben je. Oh, no. Zo, goeiedag dan, maat. Kijk, als we nou deze weghalen. Kijk. Oh, wat schattig hier. Ja, maar kijk, als je hier kijkt. Ah. Ja, super cute, hè. Oh, maat, we moeten moven. We mogen eens een keer verplaatsen, hé. Ja. Even nog snel neus hier. Ja, hij komt eraan. Ja, ik zag het. Hier is maar slecht geloot, maat. Ja, want ik hoorde net ook nog een kistje. Ja, ik hoor nog overal kistjes.
Weer een kistje. Snijpert. Oké, cirkel komt eraan. Ja, we wachten even op het laatste momentje. Ja, zit het maar in. Ja, daarom. 14 mensen over. Ja, lekker man. Oh, sorry. Hier. Maar niet uit, maar niet uit. Hier. Moet ik toch samen doen, hè? Ja, 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 ja. Oké. Ik zie hier wel big pots liggen. Of in ieder geval, ik zag hier iets van loot liggen. Ja, we moeten echt oppassen, gast. Ik denk echt dat dit zometeen helemaal los gaat hier. Ja, ik ga hier gewoon even in het huisje hier kloeren. Hier voel ik me toch iets veiliger. Ja, ik kom ook weer naar jou toe. Als dat in de cirkel... Nee, het is niet in de cirkel, maat. Het is niet in de cirkel. Oké, volgende cirkel gaan we ook nu zien. Oké. We gaan meteen die kant op. Oh, maat. Deze is geweldig. Als we nu op de rand van het paarse gaan zitten, dan kunnen we mee teruglopen. Zoals we dan hier zo... Dan kunnen we mee teruglopen met de cirkel. Er zijn nog veel mensen over, maat. Dus nou in dit huisje gaan zitten. Voor even. Even kijken of hier een medkitje ligt, want ik heb wel iets damage. Nou, ik ben er bang voor. Ik wil erin. Door de deur. Ja, ik ben druk voor je aan het kijken, maar ik zie helemaal niks. Oké, kom. Wil je sneaky spelen? Kom. Ga jij aan die kant van de deur. Maar doe de deur dichter nog. Nee. Huts. Nou, gaan we even chillen? Ja, laten we het raam wel in de gaten houden, want... Ja, maar we zitten echt perfect hier, hè? We zitten precies op de rand van de cirkel, maar we kunnen hem beter open laten, hè? Wacht. Binnen... Ja, maar zo zien ze je niet. Anders wel. Nou goed, jongens. Oké. Ik heb wel een leuke uitdaging voor de mensen die deze video aan het kijken zijn. Wat wordt onze volgende challenge? Zet het neer in de comments. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Oh, we zitten ook al in de nieuwe maat. Oh, lekker blijven zitten zo. Ja hoor, geen probleem. Nog 11 mensen over. Ik heb ook gewoon mijn controle los, hè. Die ligt gewoon nu op mijn bureau gewoon los te liggen. Er zijn trouwens 2 mensen doodgegaan in de storm. Oh, nog 10. Nu nog 8 man over. Ja, lekker man. Maar dit wordt echt lachen. Maar ik hou wel mijn shotgun vast. Want die gast met die mooie gouden cirkel om zich heen, die is ook in de buurt. En ik wil mijn koffertje nu nog niet neerzetten. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik vind het wel spannend, kan ik je zeggen. Jij niet? Ja, dit is wel... Ja, maar, maat, jij hebt nog steeds geen 100-100, hè? Je moest eens weten. Blijf zo zitten. Doe niks, maat. Doe niks. Kijk wat ik zie. Wacht. Kijk wat ik zie. Ik stuur je een appje. Wacht, dit moet je zien. Dit is wat ik zie nu, op dit moment. Ja, dit is echt lachen. Maar oké, er zijn nog 6 mensen over. Er moeten er nog 2 moeten er neer. En dan gaan we los. Dan gaan we lopen en dan is het afgelopen. Maar dit. Ik moet zeggen, ik vind dit gewoon zenuwslopend, weet je dat?
Ja, maar die gast met die medaille, die komt hier ook in, hè? Ja, dat is correct en tevens juist. Oh, ze zijn aan het piewen. Hey, ze zijn maar, nu nog harder aan het piewen. Ze komen dichterbij. Klopt. Oh, dit is echt zuur. Maar we gaan met de cirkel meelopen, ja? Oh, wacht. Ja. Nee, we mogen los. We gaan los, we gaan los, we gaan los. Lekker. Ja, we mogen nu los, maat. Waar gaan we heen? Nou, hij loopt daar. En hij is nu zijn maat aan 3-5, hè? Oh, maar dan moeten we er gewoon op afgaan. Gewonnen. Oh, lekker. Deze was perfect, hè? Oh, hij was zijn maat aan 3-5, hè? En toen gooide ik die turret neer. En die was al damage op hem aan het doen. Oh, ja, deze was geniaal. Oké, we gaan meteen door, we gaan meteen door. Gewoon één kill, hè? Mhm. Eén kill, ja. Oké, we gaan deze challenge gaan we nog een keer doen. We gaan dit nog een keer doen. Dit was echt geniaal. Maar we doen wel kroontjes droppen, ja? Ja. Volgende potje doen we kroontjes droppen. Wajo. Ik vond deze echt geniaal. We hebben gewoon één kill. Ja. We hebben gewonnen met één kill, jongens. Oh, yo. Oh, machtig dit. Ja, dit vind ik nou echt mooi. Ik ga een stukje zwemmen. En dan ga ik mijn kroontje droppen. En dan net op de laatste paar seconden dat de kroon of de bus komt, zeg maar, dan drop ik hem. Ja, ik zwem gewoon heel eentje de kust. Ja, ik ook. Of zwem hier naast me, maar. Oh, dit is wel ver genoeg. Oh, dit was geniaal, maat. Ja, dit gaan we gewoon weer doen. Even kijken, we gaan nu... Zullen we de boot anders landen? Wat zeg je? Op de boot? Ja... Of vind je dat tricky? Ja, is wel tricky. Ik denk dat we iets langer op de bus moeten blijven zitten en dan... Iets, ja, precies daar. Gewoon daar of zo. We kunnen ook hier even kijken hoor. Hier op dat eiland landen. Misschien zit daar wat. Ik heb geen idee, hè. Ik heb geen idee. Nou, we proberen het wel, maat. En we bleven mooi bij elkaar. Dat scheelt ook een heleboel. Oh, wacht. We pakken dit huis wel, maat. Ik hoop dat er niemand naartoe gaat. Ja, volgens mij wel, maat. Nou, nee. Nee. Ik zie nog niemand. Ja, ik zie mensen. Ja, twee stuks. Ja, als ze nu komen, moeten we ze wel neerschieten. Ja, ja, dat is dan niet anders. Ja hoor, ik heb meteen een paar shotgun. Doe je goed. Kijk. Oh, dat ben ik. Oh, ik schrok gewoon van je, weet je dat? Nee, dat hoeft niet. En een SMG'tje. Ach. Wat doe je nou? Ja, ik kat ze er weg. Oh, dit was geniaal. Maar goed, laat even weten jongens wat de volgende challenge zou moeten zijn. Ja, ik zat ook al. Ik moet even naar boven. Even kijken of daar nog wat is, maar... Ja. Zo. Namaste. Namaste. Ja, mamaste.
Oké, okay, we moeten echt weg hier, want ik heb geen AR, niks joh. Oké, okay, nu wel. Maar ik hoor hier binnen in een kist. Oh, en een koffertje. Ja, mijn bol van dit moet ik ook een beetje vol hebben. Want... Mooi pizzaatje. Ja, ik had alleen net ook nog een mini, maar die is voor ja, die heb ik gepakt. Oh, oké. Okay. Ja, dan komt dat wel. En we hebben het weer voor elkaar, hè, maat? Ja, zitten we nog steeds in een cirkel? Ja. Ja, maar dat is wel balen, want we kunnen vanaf hier niet verder looten. En volgens mij zit daar ook voor de rest niks. Dus ik denk, persoonlijk, om anders even daar te gaan kijken. Ja. Daar. Die kant op, zeg maar. Dan gaan we inderdaad lekker zwemmen. Zo val je het minst op. Ik ga nog even naar twee paar kistjes om het. Ja, als je er maar om denkt, maat. Nou, hier liggen. Oh. Allemaal kistjes. Ja, ik zie tot nu toe helemaal niemand hier. Oh, we kunnen wel hier een poppetje huren, maar. Dat heeft ook weer twee kanten, hè? Zo'n poppetje nu huren. Ja, maar ik zeg gewoon dat het mag. Ja, maar zo'n poppetje huren, die begint wel gewoon zomaar te schieten, hè? Ja, oké. Oh, maat, weet je wat we ook hadden kunnen doen? Zo'n EMP-ding neer kunnen leggen. Dus dan word je onzichtbaar. Oké, ik heb in ieder geval weer minis. Ja, als jij mee wil nemen, neem me mee, hoor, maat. Geen enkel probleem. Ja, neem me gewoon mee. Ik bedoel... Oké. Doen we. Oh ja, hij pinkt alles. Oh, dat is chill. Oh ja, ik zie het, ja. Hij pikt echt alles. Ja, maar dat is relaxed, maat. Mm-hmm. Maar dan kunnen we de enemies ook allemaal zien. Vooral zo meteen met een beetje eindgame, zeg maar. Klopt. Zien we precies waar ze lopen. Ja, we zitten weer in de cirkel, dus ja, dan moeten we maar weer een beetje dom. Ik heb goede loot, hoor. Nou, dan gaan we gewoon verder lopen, maat. Gaan we gewoon verder kijken. Ja. Wat gebeurt als je containers lopen? Maar wel even langs de rand een beetje, zeg maar. Dus even koekloeren, hoor. Je moet me net wat juist tegenkomen, hè. Misschien kunnen we daar naar vol. Daar bovenop. Ja, is goed. Ik hoor wel mensen piepen. Oh, hier is nog een huisje. Gaan we weer voor één kill game? Ja. Oké. Wil je nog een shotgun? Ik heb gewoon een shotgun. Oké, gaan we doorlopen. Ja, nu moeten we hier naar boven, hè? Want we kunnen wel zo. Oké. Okay. Het is alweer 11 uur, hè, maat? Ja, gaat hard. Ja, Nicole die komt zo ook weer van haar werk, dus... Oh, nee. Oh, nee. Oké, okay, ik lig beneden. Moet je niet doen. Ja, ik ben zo naar beneden gegleden. Nou, dan ga ik hier weer naar boven. Dat ga ik ook doen. Ja, is goed. Ik wacht op je.
Ja, ik ga lezen naar beneden, man. Kijk, kom. Nou, maar niet zeggen, we zijn aan de rand van de cirkel. Ja, ja, klopt. Hier zal je altijd weinig mensen zien, hoor. Klopt. We moeten nu alleen heel even wachten. Want we moeten even kijken, want over 1 minuutje is de wave klaar. Ik weet namelijk dat daar boven mensen zitten. Ik kan best, maar dan gaan we wel heel laag lopen. Ik hoor wel die bots volgens mij praten. Ja, dat klopt. Maar die bot van jou, die wel een goede skin, hè? Jawel, hè? Kijk, oh, zie je? Allemaal loot hier nog. Ja, klopt. Oké, ik vind eigenlijk dat wij de bots wel mogen killen. Ja. Oké, dan gaan we dat doen. Oké. Hey. Ik spring van de container, hè? Oké, ik heb hem. Ik heb zijn kaartje ook. Maat, hier ligt nog een zootje loot, dat is niet normaal. Hier is de kluis, hier is de kluis. Oké, ik wil eigenlijk alleen een andere kleur AR hebben. Voor de rest interesseert het me niet. Kijk, ik heb een hele slechte loot namelijk. Wajo. Oh, dat gaat even naar... Nou ja. Valt me vies tegen wat hier zit. Ja, maar we hebben hier nog een hoop te bekijken, hè, maat. Hier ligt echt nog een hoop. Oké, ik ga eerst deze slopen. Weer een groene AR eventueel. Kijk, nu een paar, zei je. Je bent goed bezig. Welke kleur heb jij dan? Groen, alles. Welke? Wat is het? Ja, maar drop hem eens. Een SMG. Je hebt niet echt een AR. Nee. Pak dan die. En dan drop je die SMG. Welke, wat? Hoe die? Maar dan heb ik grijze grijze striker. Ja. 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 Oké. Okay. Oh, hier ligt hij zelfs in het groen, maat. Ja, hier. Die, ja, hier ligt. Ik heb hier nog een in blauw. Oké, we moeten sowieso moven. Oh, laten we gaan. Ja, wacht. Ja, we moeten wel gaan. Oh, chips, maar die gast met die medaille, die komt ook hierheen. Oké. We moeten echt oppassen, zeg maar. Want volgens mij loopt hij laag namelijk. Kijken of hij laag loopt überhaupt. Ik denk het wel. Ja, hij moet hier laag lopen. Hij loopt die kant een beetje op. Hij moet een beetje daar zijn, zeg maar. Ja, hij is daar. Daar is hij. Oké. Ja, we kunnen 2 dingen doen, maat. We kunnen via de ene kant er langs of via de andere kant. Even kijken, wat is korter. Ja, dat maakt niet uit. Ja, die ene gast met die medaille, die is daar.
Dus ik dacht, anders dan gaan we zo en dan die kant op. Over het water, zeg maar. En dan pakken we daar een bosje en dan gaan we daar moven. Snel, snel, snel. Ik zie daar nog wat paars liggen. Ik weet niet wat het is, maar ik wil er wel even kijken. Zijn het shockwaves? Ja, want die heb ik namelijk nog niet. Oké. Nog 14 mensen, nog tenminste 12 mensen over. Ja, klopt. En 0 kills. Ja, dit is geniaal. Oké, zitten. Komt de auto? Hier rijdt de auto. Daar. Oh, die is de andere kant op gegaan. Oké. Die gast met die gouden ding, die komt nu deze kant op. Hij komt deze kant, hij komt deze kant op de auto. Zie je hem? Ja. Oké, dit is geniaal. Want volgens mij zit hij in die auto. Ja, hij zit in die auto. Die gast met die medaille, die zit in de auto. Hij is uitgestapt daar. Waar? Ik zie hem niet. Meneer, of was een blaadje? Dat kan ook nog. Ja, dat is een blaadje, denk ik. We moeten even kijken nu wat de volgende cirkel gaat doen. Maar dit is weer legendarisch, hè? Lachen, hè. Dit potje duurt gewoon al 37 minuten, hè, maat? Dat is niet normaal. En ze zoeken ons maar, hè. Ja, klopt. Komt de auto aan? Of niet? Hoor een auto. Ik hoor niks, maat. Nog 37 seconden weten we waar we naartoe moeten. Ik denk persoonlijk dat wij hier een beetje heen moeten. Dat is wat ik denk. Ja, dan moet het zo op zich wel chill zijn. Ja, maar ik zit nu te kijken of die gasten niet ergens hierboven zitten. Oh, wat is dit voor potje ook weer, maat? 0 kills. Nog 9 man, nog 9 tegenstanders. Ja. Dit is echt geniaal. Waar is die bot van mij eigenlijk? Oh, die zit hier ook gewoon een beetje te chillen. Oké, vet relaxed. Oh, dat was een blaadje. Ik dacht dat ik iemand zag lopen. Ja, erg irritant is dat. Ja, dat is heel irritant. Kijk, zeikje. Ik hoop dat daar ook ergens een bosje zit, maat. Dit was geniaal, maat. We zitten weer in de rand. Maar we hebben geen bosjes hier. Dus we lopen nog wel even een stukje door. Ja, hier een bosje. Hier bosje, bosjes. Hier. Ja. Die bedoelde jij ook, of niet? Ja, ja. Oké. Ja, dit is dit kan je pussyplay noemen, maar dit is wel geniaal. Als je zo'n potje kan winnen, en dan gewoon bij de laatste twee... Ja, er is geen reboot, ja. Ik heb controle weer los, en we zitten gewoon weer te chillen. Oh ja, geniaal dit. Maar dit is wel het laatste potje, maat. Ja, dat is goed. Ja, het is mooi laat ook alweer, zeg maar. Het is wel zaterdagavond. Maar in ieder geval, dit is de laatste opname. Dus we kunnen daarna nog wel even... Oh, maat. We kunnen ook hierboven zitten, hè. Ja, zullen we gewoon rustig inlopen? Oh ja, wacht. Rustig. Ja, niks van aantrekken. Je moet gewoon naar boven lopen. Als ons maar niet gaan snijden, maat. Nee, daar... Oh, chips. Dit kan je bespringen. Oké, ik ga mijn shotgun wel wisselen. Oké. Ja, die paarse shotgun die had een... hoe heet het, maat? Een scope. Oh ja! Wie heeft die trap weggehakt? Ja, ik niet. Ik zit hier tussen de... Maat! Die bot... Oh, je moet in zo'n hoekje gaan zitten, maat. In zo'n hoekje. Dan zien ze het minst. Hij heeft geen mensen gevangen. Die bot zo staat te zwaaien net dan.
Ja, hij is mensen aan het zoeken. Dan moeten ze wel move, hè? Ja, zullen we gewoon gaan? Kom. Ja. Ik wil eigenlijk wel een beetje in de beschutting blijven. Maat. We kunnen die bovenste berg pakken. Die. Ja, is goed. Die zit in een cirkel. Moeten er alleen om denken, want die huizen daar hadden we ook gek van. Ja. Kijk hoor. Is er nog een ziplijn omhoog of niet? Nee, dit wordt lopen, maat. Blaren onder mijn voeten. Ja, echt. Wij lopen wat af hoor, hey, op Fortnite. Ja. Stapteller is er niks bij. Nee. Oké. Ja, maar aan de ene kant, we hebben niks voor lange afstanden, hè, maat. Nee, maar prima toch? Er zit wel een supply hier naar de andere kant. Ja, en er is hier een, hoe heet het? Een launchpad. Als het goed is. Ja, er is hier een launchpad. Zoals nou hier een beetje blijven zo. Gewoon hier. Dan kunnen ze ons ook niet snijpen. Aan deze kant blijven, aan deze kant blijven. Dan kunnen ze eigenlijk, de mensen kunnen dan alleen maar snijpen van een vier. Ja, want ja, daar precies. Zijn ze aan het piewen. Ja, aan die kant kunnen ze sowieso niet piewen. Oh maat, het is zo verschrikkelijk druk. Oké, 10 mensen. Loopt er hier eentje recht beneden, maat? Zie je hem hier? Oh ja. Maat, als ik nu een sniper had gehad, had ik hem zo door zijn kop heen geschoten. Twee mensen. Maat. Ja. Als ik nu een sniper had gehad, was hij de Sjaak. Die ene gast die staat gewoon stil, hè? Echt, hè? Allebei. Oh. Ja, maar ik denk dat het verstandig is. Want als wij de launchpad zo meteen gaan gebruiken, ja, horen ze, precies, horen ze ons vliegen. Ja, dan zien ze ons natuurlijk ook. Ja, dus ik denk, oh, dit wordt risky. Oh ja, dit is geniaal. Maar dit is geniaal. Nog 6 mensen, er moeten nog 2 mensen dood. Oh maat, ik ben... I'm scary. Weet je wat ik ga doen? Ik ga onze bot gewoon... stuk laten gaan. Ik stuur onze bot naar een plek. Zie je die marker daar nu? Ja. Daar? Daar gaat onze bot nu naartoe. Ja, als ik maat geschoten worden, ja, nee, dan is het zo. Ja, maar dat maakt mij niet uit. Maat, kom. Kom snel naar beneden. We gaan hier in het huisje zitten. Kom. Oh maat, we moeten weer zo'n end. Oké, kom eens. Dennis? Snel. Nee, nu kunnen we onbeperkt rennen. Waar ga je in? Kom. Ja, we moeten een randcirkel pakken, maat. Ze zijn druk aan het piewen. Is je bord nog in leven, of niet? Jazeker. Ja, hij is hier. Wij mogen ook, hè, vriend. Oké, bovenin is hij. Eén is knocked, andere gaat dood. Ja, hij gaat zich... Oh. Hij is er in boot.
Ja! Oh, lekker, maat. Met medaille, alles erop en eraan, hè, maat. We hebben 2 kills. We hebben 2 kills. Maat? Wajo. Wajo. Gewoon 2e victory achter elkaar. Heel apart. Ja, dit was geniaal. Jongens, ik wil jullie in ieder geval wel bedanken naar het kijken van deze video. Laat even een duimpje achter en abonneer even voor de volgende. Jongens, ciao's. Later.